Dag dames en heren, we beginnen met een foto van Bas Het Hoen uit Gorcum. En op deze foto is heel goed te zien dat het waterpeil van de Merwede een heel stuk lager staat dan andere jaren. En vooral als je kijkt dan natuurlijk naar de tijd van het jaar. De Merwede, dat is een aftakking van de Waal, een echte regenrivier is dat. Dus ja, wanneer de Verder stroomopwaarts ook minder regen valt, is dat duidelijk te merken. Kijk maar eens naar die kei hier zo, dan ziet hij goed het verschil. Nou, als we kijken naar de komende nacht, dan blijft het ook droog in de regio. Wel veel bewolking, rustig weer, nevel, misschien wel lokaal mist. Temperaturen zo'n 9 à 10 graden. Ja, dan morgen overdag de donderdag. Nou, weinig verandering ten opzichte van vandaag. Dat betekent opnieuw een dag waarbij de bewolking de overhand zal hebben. Weinig ruimte voor de zon. Dat kan dan wel lokaal een buitje voorkomen. Die kans is wat groter dan vandaag, maar dat zal maar gaan om een licht regenbuitje. Temperaturen. 14 tot hooguit 16 graden en een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Ja, dan vrijdag dan krijgen we te maken met schonere lucht, heldere lucht vanuit het noorden... En dat betekent dat de dag nog wel gaat beginnen met bewolking, maar in de loop van vrijdag wordt het eigenlijk alleen maar zonniger. Het blijft droog bij temperaturen van een graad of 14, wel een stevige noordoostenwind, winterkracht 4 of 5. En dan in het weekend is er veel ruimte voor de zon, met name op zaterdag, is middags een graad of 13. Zondag ook wel wat wolkenvelden tussendoor met een temperatuur van een graad of 12. Ja, dat is dan ook wel de koelste dag van deze week. Want op bevrijdingsdag, u ziet het, wordt gewoon mooi weer, geregeld zon, overal droog en temperatuur is middags ja, ongeveer een graad of 16. Nou, Ten slotte nog een foto van Martin Groeneboom uit Hoogvliet met de eikenbloesem. Prachtig plaatje. Maakt u ook van dit soort fraaie lentefoto's? Nou, u kunt ze insturen natuurlijk naar het welbekende e-mailadres. Morgen ben ik een dagje vrij. Ik zie u graag vrijdag weer terug.